ik, ja. Oeh, hier hebben we wel een nu, want ik weet het ook niet meer. Yo iedereen, kijk, dit is een nieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag zijn we, ja, zoals jullie kunnen zien, aan het rijden overdag. Hey, ik ben hier ook met DJ Elijahman in de back. Zoals jullie weten, ik heb die spiegels hier proberen goed te liggen. Maar ja, nog was dat niet goed. Het zal dan toch één originele worden in de tussentijd. Maar straks dan, wanneer ik terug thuis ben, ga ik dat wel doen, nog een andere keer voordat ik ga rijden. Met deze spiegeltjes zie ik wel niet veel. Ik ben nu altijd mijn motto een beetje aan het testen en zo. Dat ik niet banden sta zoals het pegaat, want ja. Ik weet niet of ik je dat ooit verteld heb, maar... Ah ja, ooit. Dat was niet zo lang geleden. Het was deze september of zoiets. Dan stond ik gewoon in banden met de Pegaso voor een politiekantoor, dat was het. En ja, dat was een gans gedoe. Uiteindelijk dan een kabinet kunnen fixen. En met die kabinet de motor gaan ophalen. Met die kabinet gaan ophalen. Ik heb beter hulp gevraagd aan de politie die binnen zat. Want ik moest die zelf in die kabinet zitten te duwen. En een Pegaso man, 650cc, dat is gewoon een blok metaal, man, dat is niet normaal. Hè. Echt waar. Nee, Pegaso 105 mannen proberen, maar dat is dat. In een kabinet, dat pak toch wel. Ja, wat voor een verhoging was dat? 50 centimeter of zoiets. Nee, sorry, dat was echt zwaar. Maar ik had wel zo'n opstapje. Maar die opstapje was kort, waardoor die helling nog altijd stijl is. Hè? Snap je? Nou ja, u zijn die DRC-tijden. Dus leukere tijden, hopelijk. Hij tot nu toe alles goed, maar ja, met die Pegaso ging ook alles tot. Een paar keer erna, van in het begin goed. Daarna begon pas de miserie en zo. We gaan nu naar een motorwinkel gaan. Hopelijk dat die open zijn. Ik heb niet gecheckt. Maar... Kijk, ja. Oula, die rijden wel. Nee, de Pegaso, dat begon gewoon te sputteren, te stotteren. Gewoon een warm dakje gewoon wat mee ophouden. En ja, dan mag een motor natuurlijk niet doen. Hè. Maar ja, was ook totaal niet of zo onderhouden. Terwijl die meneer zei van wel, hij had juist onderhoud gekregen, dit, dat. Juist niks, ja. En, oeh, deels mij. Ah ja, mij valt ook natuurlijk. Je moet natuurlijk niemand vertrouwen op tweedehands eigenlijk. Behalve als hij daar factuur van heeft. En dan nog, ik had ook beter even gecontroleerd en ook een onderhoud laten doen. Maar kijk, had die meneer zich tegen mij, er is al een onderhoud gedaan. Dan ga ik niet dubbel betalen, snap je wel, die motor heeft al niet zoveel gekost eigenlijk, dat is waar, maar toch genoeg, snap je. En ik ging hem ook op onderhoud laten sturen, hè. Als het dan mijn beurt was, snap je, want kijk, hoeveel kilometer heb ik ermee gereden? 200-300 of zo zeker. Oké, guys, we zijn bij de schouder, motorwinkel de schouder. Jongens, wij gaan eventjes binnenkijken en dan zie ik jullie later. A few minutes later. Oké, jongens, we zijn nu terug buiten. We gaan onze tour verder afmaken. Hè. Waar we naartoe gaan, dat weet ik zelf ook al niet. Dat is ook een goede vraag. Hè. Dus ja, ik had de reactie van Pionier gelezen op de vorige video. Dankjewel voor de comment. Dat hij liever dayrides heeft. Dagritjes. Met de motor. Snap ik wel, hè? Allee, toen ik de video zelf terug bekeek van een night ride, ja, je zag gewoon bekend niks. Op sommige delen was het echt wel nog tof om te zien, vond ik zelf ook, maar op sommige delen was het, was er heel veel straatverlichting. Allee, dan besefte ik ook pas van, allee, ik begrijp het wel volledig van, ja, ik heb liever day ride. Tuurlijk, ik ook, want dan zie je tenminste iets. Hè. Dus ja, hierbij, hè, mensen. Nee, maar. De night rides zijn ook echt wel leuk. Ook voor mij, by the way, maar denk ik zeker in, vast in de zomer dat dat leuk is. Want dan heb je het bijna, hè. Het is avond,
Zo donker is het dan ook niet. En je hebt de vibe natuurlijk. Ik dacht dat het in de dag een beetje warmer ging zijn, maar het is ook... Oh, god. Vandaag een keer voor de eerste keer met de TRZ deze tour doen, hè. Rio Bar. Hey, let's go. Mooi nummerplaatje. De tour is wel echt altijd gevaarlijk in die bochten, hè, omdat je niet weet wat er afkomt, dan ook geen spiegel of zoiets of dergelijke. Zie zoals hier voor het kanon. Hoppa. Voilà, guys. Altijd respect hebben voor de dieren. Hè. Hier zie ik ook niet. Zie je? Hier is dat ook echt altijd. Heel kut. Allee, kut. De baantjes zelf zijn wel tof, allee, je ziet het zelf, hè. Welke motorrijder zou je niet willen rijden? En hier ging je naar links, toch? Ja. Oké, wat hebben we nu, man? Ik weet het ook niet meer, hè. Strandschroeven. Allee, dan. Niet te veel. Even helemaal terug gaan. Hè. Niet de ganse tour, maar toch een deel. Dus jongens, ik had het expres hier zeggen. Hè. Ja, ook weer de beste plaats. Vind je de video leuk? Laat dan zeker een like achter. En vergeet zeker niet te abonneren. Ja. En laat weten in de comments of jullie de day rides dan ze ook leuk vinden, net zoals Pionier. En Pionier, merci voor je reactie. We gaan hier wel niks gaan. Of naar rechts, rechts lijkt ook lekker rechts. Ja, we gaan rechts. Dus jongens, kan je bij de video afsluiten? Laat zeker een like achter, vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende. Ciao!